mijn gezicht eens even aan het schoonmaken. En ik waarschuw u, de beelden kunnen schokkend zijn. Sowieso is niet met iemand aan het bellen. Oh man, we balen echt als een stekker. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve datties, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag 10 oktober en we gaan gezellig met oma Elsje en Jesse Zilvaar. Gaan we naar Naomi naar paarden wedstrijd kijken, de oefenwedstrijd. Vallen. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Naomi is zich nu aan het klaarmaken. Spannend. Heeft u al tijd voor een interview? Bent u gespannen mevrouw? Ja. Mooi hoor. Tada! Hey, toppertje! Je kan het. Je kan het. Goedenavond. Nou, ik ben mijn gezicht eens even aan het schoonmaken. En ik waarschuw u, de beelden kunnen schokkend zijn. Bekijken op eigen risico. Wat de hel is dit nou weer? Dit is echt niet normaal. Jesus Christ, hé. Nou, weet je, lang leven make-up. Dit. Oh. Ik was dus mijn gezicht aan het schoonmaken. Nou ja, had ik al dit, hè? Dat had ik jullie al laten zien. Die zaten er ook vanochtend ineens. Nu heb ik dus mijn gezicht schoongemaakt met Ultra Sensitive Facial Wipes. Freer Fragrance. Nou. En dit kwam er onder mijn make-up vandaan. Oh, jezus. Nou, dat is misschien een puntje van aandacht. Aan mijn ex-lotgenootjes. Of degene die er nu in zitten. Ben ik de enige die er zo uitziet als een of andere aardbei. Oké, deze kant is beter. Zie je, het is allemaal mijn rechterkant. Mijn linkerkant, altijd mijn betere kant geweest. Die ziet er nog redelijk uit. En mijn rechterkant is gewoon helemaal naar de getver. Rechtertiet ook helemaal naar de getver. Oké, nou. Dus ik kan het niet mooier maken dan dat het is op dit moment. Slaap lekker. Goedemorgen, het is 13 oktober. Nou, zoals jullie zien is mijn gezicht nog niet helemaal de oude. Het leek gisteren wat beter, maar dus ik dacht, ik ga vandaag maar eens even zonder make-up lopen. Ja, het is toch bijna Halloween, dus weet je, schoon mijn mask. Ik heb gisteren nog wat mailtjes gestuurd naar het ziekenhuis, omdat ik me een beetje zorgen maak over het feit dat ik toch wat tintelingen al in mijn vingers heb. Het gekke is dat het eigenlijk zo heel af en toe was en dan weer weg. En vanaf gisteren dacht ik ineens de hele dag van, het lijkt nu wel echt opvallend meer aanwezig. Wat me een beetje zorgen baart, omdat ik vandaag weer de nieuwe chemo moet krijgen. Ze hebben nog niet gebeld, dus als ze over een half uur nog niet gereageerd hebben, dan ga ik even bellen.
Want ik heb namelijk om 10:55 dadelijk een afspraak met de plastisch chirurg arts zelf van het Haga. Om te praten over de operatie en de reconstructie. En dan ga ik daarna ook nog even vragen hoe het zit met de second opinion voor het AVL. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Die gespecialiseerd is in kanker. Die doen natuurlijk heel veel dingen. En zij schijnen wat makkelijker te zijn met gewoon opnieuw. Of gelijk te reconstrueren. Daarnaast bemerk ik dat ik me wat onzeker voel. Als ik voel in mijn borst dat ik ze toch nog best wel heel duidelijk voel zitten. Ik voel ook wat dingen gaande in mijn oksel. En dan is je gevoel toch van wat gebeurt daar? Zit het ineens daar? En Want als we heel goed voelen, dan voel ik namelijk helemaal niks in mijn oksel. Maar zodra ik hier zo over die borstgrens heen ga, wel. Ja, het zijn gewoon even dingen, dat maakt je gewoon eventjes onzeker. Het liefst zou je gewoon elke keer na elke chemo even een MRI en even een PET-scannetje doen. Maar dat gaat nou eenmaal niet. Heeft waarschijnlijk ook weinig zin, maar je zou het wel willen. Vandaag is gezellig. Opa Gino en oma Petra daar. Die zijn lekker hier om op te passen op Jessie Silver. Dat is super fijn. En Jessie was er ook heel blij mee. Goedemorgen! Goedemorgen! Best morgen! Dan kom ik jou weer aan. En ze zegt aangekomen, moet innemen. Goedemorgen, schatje. The next day. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, lieve patatjes. Het is weer knettertjes vroeg. Want vandaag is een hele spannende dag. Want ons keukenblad en de wastafel uit China, zelf ontworpen. Kom binnen. Jessie die zit op de bank. Wat kunnen we gaan zien? Jessie zit op de bank en die denkt, wat gebeurt hier? Inderdaad, het zit in een hele grote houten constructie. We moeten het wel checken voor de verzekering. Ja. We weten nog even niet hoe. Om het open te maken zonder dat het ook omvalt en niet meer dicht kan. Maar dat is een probleem voor zo meteen. Ja. Ja, dat maakt niet uit. Moet je hem goed vasthouden, hè? Smakelijk. Kom, we gaan in de auto. Zo, we zijn er bijna. Hopelijk zijn we nog niet te laat en dat hij er nog niet staat. Maar super spannend, hè? Onwijs spannend. Gisteren weer de 9e chemo gehad van de laatste fase. En we hebben ook nog een goed gesprek gehad met de plastisch chirurg van het Haga. Maar daar ga ik je dadelijk wat meer over vertellen. Eerst even het keukenblad. Oh ja, en ik heb nog steeds geen make-up op gedaan, want zoals je ziet, nog steeds ben ik in Halloween-stijl. Je hebt geen make-up nodig, jij. Mama! Love you! Nou, dit is helemaal toppie. Zo, dan kunnen we hem hier zo neerzetten voor de komende 7 maanden ongeveer. 7 maanden nog? Ja. Ik zat net ook te tellen. December. En dan wordt een meid pas opgeleverd. Ja. Super fijn dat dat hier kan. Helemaal fijn. Top. Nou, nu wachten tot ze komen. Oh, ik vind het zo spannend. Heb je ook al vlinders in je buik? Ja. Ik zit even te kijken wat er zo. Daar is die. Oh my god. Hoe kan die nu al gebroken zijn? Ja, omdat hij gewoon kut verpakt is. Nou, Jezus. Nou zeg ik al, dat houdt dat. Dat is, Mag ik ook in? Ja? En daar hebben we nog extra voor betaald ook. Oh. Tjongejonge, wat kut. Ik ook. Nee, even niet, schat. Ik wel. Laat eens zien, schat. Godverdomme. Shit. Nou, dat is echt helemaal kut.
Gewoon echt een hoek eraf gewoon. Ja, maar dit is niet de enige. Als dit, dit is niet het enige. Nee, stipje van de ijsberg. Nou. Sowieso is niet met iemand aan het bellen. Oh man, we balen echt als een stekker. We balen echt als een stekker. Want ja, dit is gewoon de keukenblad die we willen hebben. We hebben hem wel verzekerd, dus als het goed is, krijgen we gewoon het geld terug. Maar ja, dit is het keukenblad die we willen hebben, weet je. Dus ga je het dan toch nog een keer bestellen? Of ja... Nou, ja, wij zijn dus behoorlijk stuk van het feit, nou ja, sumierlampje, dat het keukenblad echt helemaal kapot was. En dit wordt een leuke verzekeringskwestie. Nou, daar heb ik echt zo'n zin in ook. Anyway, dit is de wastafel. Die ziet er wel heel mooi uit. Dus dat. Ja. Dus, nou ja, we gaan genieten van de wastafel. En nou ja, ik ben al druk aan het bellen met, en het mailen met de transporteur. Ja, goed, het zal vast opgelost worden. Ja, hoe weet ik nog niet. Kom, we gaan vast. En nu gaan we naar oma, zodat Jessie en René. Oma Anja. Jessie en René eventjes kunnen slapen. Kun je nog een beetje lachen? Nou, het is gewoon, we zijn er ziek van. We willen gewoon heel graag dat blad. En nu is nog de vraag van ja, kunnen we dat nu nog wel gaan doen? Hè? Want wie is er aansprakelijk? Gaan we ons geld terugkrijgen? Hoeveel? Of een importkosten en bla bla bla. Dus ja, dat is natuurlijk allemaal de vraag. En of we dan het risico nog een keer gaan nemen of niet. Zoals het er nu naar uitziet, is het dus gewoon in de vrachtwagen het laatste stukje van, zat hij Rotterdam, naar mijn zus, is het daar gewoon fout gegaan. Ja. Maar ja... Dan is nog de vraag, is de verpakking gewoon dan echt wel te weak geweest? Maar... Ja. En de accu is bijna leeg. Nou ja, het was gewoon... ja, hoe dan ook. Een deceptie van je welste. En, gelukkig ja, was wel de... De wastafel. Wastafel was, ja, de wastafel was wel echt heel tof. En massief en ja, mooi. Ja, we hebben daarna gewoon lekker bij mijn moeder gegeten. En, ik heb nog even geslapen, want ik was geslapen. Helemaal kapot. Dus ja. Dat heeft de dag nog een beetje goed gemaakt. Nu, ja, laten we maar gewoon gaan slapen. Ja. Morgen weer een nieuwe dag. En kijken wat de Chinees morgen zegt. Daar was ze ook ziek van. Ja, dat was ook very disappointed. Ja. Daar hebben we nu weinig aan. Slaap lekker. Slaap lekker. Nee, we hebben toch besloten om hier de vlog af te sluiten. Want ja. Anders wordt het een beetje too much. Ben je nog een beetje scherp of niet? Ja, altijd scherp. Een hartstikke helder lichtpuntje. In ieder geval, vond je dit toch een soort van leuke vlog om naar te kijken? Vlog. Of doe dan wel medelijden support, met ons. Medelijven doen dan, medeleven doen dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Niet abonneren. Wel belletje abonneren. Aan te zetten. Belletje aanzetten. Zodat je weer op de hoogte blijft van elke video die we uploaden. Van alle... En we horen we heel graag van jullie. Volk. En zien jullie bij de volgende vlog. Mama en keukenbladen. Ciao. Ciao.